Zo, ter voorbereiding van vanavond is Thijs bezig. We hebben wat waterballonnen gedaan. Want een collega van ons die komt straks nog terug van werk. Van een klus op locatie. En die zei dat hij ons wel even te pakken zou nemen. Dus wij zijn goed voorbereid. En dan gooien we deze naar beneden en dan denkt hij zo, ik heb het gehad. En dan smijten we nog even die emmer over zijn rug tegen. Precies. Nou, nu gaan we echt beginnen aan het avontuur. Ik ben Tom Outdoor en ik hou van een uitdaging. In deze video's beleven wij verschillende avonturen. Er zit een doos in, man. Challenges, overleven, survivalen, urbexen, het maakt niet uit. Als het maar avontuurlijk en voornamelijk outdoor is. Vaak gaat het goed, maar zeker niet altijd. Soms lukt het vuur niet. Nou, drie kwartier bezig om vuur te maken. Soms is het eng. Die hond is heel dichtbij aan het blaffen, man. Ik wil weg hier. En soms heb ik honger. Al bijna anderhalve dag niks op, of bijna twee dagen, weet ik veel. Veel kijkplezier bij een nieuw avontuur. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Tom Outdoor. In deze video gaan we 12 uur lang overleven in het net daarboven. Dat is bijna 10 meter hoog en wij moeten daar 12 uur lang blijven. We hebben ook wat voorbereidingen getroffen, want er komen straks nog wat collega's terug van een klus. Sowieso To Survive bedankt dat wij hier mogen zijn. Oké, we gaan naar boven klimmen en dan begint de tijd zo meteen echt. I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We're stealing at the gas station when the time's cold. In the kitchen, hot still trying to flip it off the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash cause a good die young. Het is iets over 10, hè? Ik zit in net. Thijs nog beneden. Er zitten nog wat collega's. En ik ga hier een touw maken zodat we straks heen en weer kunnen lopen. Want hier kunnen we ook ons verzekeren, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Daar is hij niet voor. En dat gaan we hier wel even maken. Dus ik ben boven. Dan gaan we lekker aan de slag. Zo mensen, je ziet het bijna niet. Maar Thijs is hier, Thijs, zwaai eens even, jongen. Thijs is ook boven. Zeker. En daarachter zie je gewoon de auto weg. En je ziet een beetje de schaduw van het net. Straks hebben we uiteraard nog licht. Maar Thijs nog even touw hier boven het hangen waar onze tassen dan kunnen hangen zodat ze niet in de weg hangen. En je ziet het niet, want het is helemaal donker. Ik lig hier nog. Thijs ook even wat aan het opbouwen. En dan gaan we zo lekker. Genieten hoop ik. Nu leg ik hartstikke lekker, maar ik hoop dat dat straks nog steeds is. En dat het net blijft hangen, want zo dik is het net ook weer niet. En wij hangen dan met onze twee lompe lichamen in. Dus we gaan het zien. Dag schatje. Slaap lekker straks. Zo, Thijs is er inmiddels ook. Die heeft de grote camera vast. We zitten met onze lifelines vast. We hebben hier de GoPro. Kijk eens, mooi lampje. Hangt hier gewoon. Ja, dit is top. En muggen, die zijn hier ook voor de gezelligheid. Godzijdank. Hey, het is nu bijna 11:30. Ja. En onze collega is nog steeds niet terug. Je hebt een lang werkdagje, maar wij gaan zo zorgen dat we hem even een koude verrassing geven. Hij zou ons voor de gek houden. Kom maar op, Bram. En tot die tijd gaan we even ons plekje een beetje straks klaarmaken. De kussens een beetje goed verdelen. En een beetje wennen aan deze hoogte. Want ja, deze dunne touwtjes wendt toch niet helemaal. Gelukkig zitten we hier vast. Maar stel het net zakt echt uit. En dan hang ik hier en dan wordt het wel echt lastig. Want deze dingen zijn veel te lang om mezelf weer omhoog te trekken. Dan hang ik hier als een soort walrus. Kan die grasmaaier even stoppen? Het fruit. Of 12, idioot. Dat is toch niet normaal?
Als je om 11:30 aan het grasmaaien bent, doe even niet. Doei. Hé, daar zijn ze. Shit, we moeten snel die waterballonnen pakken. Hallo. Hi. Nee, echt niet. Gooien. Wat gooien? Hey Bram! Hey! Hey! Nou, ga het touwtje maar zakken, dan kun je mij omhoog takelen. Jou omhoog takelen? Ik trouw dit van geen meter. Heel die camera nat. Nee. Die gast zit even met super soaker te spuiten. Heel die camera zeiknat, godzijdank. En mijn kleedje ook, hè? Ik lag zo lekker droog en warm. Het was ook vol op mijn telefoonscherm, kijk. Ja, ik ook. Hoe wacht ik dan? Ik kijk dan, hij kan niet eens meer open, zo nat vastgeplakt is die. God, zie je, kijk dan. Iemand nat. Zo mensen, slaapzak van Thijs ligt hier. Mijn slaapzak ligt hier. En 2 uur. Ik kan mijn pols niet draaien. Het is bijna 2 uur. We liggen. Ik ben inmiddels wel een beetje moe. Want vanmorgen was gewoon werkdag. Dus we gaan lekker proberen te slapen. Je hoort wel hierboven echt veel geluid. Want je hoort die weg. Je hoort die weg. Veel politieauto's rijden hier langs en weet ik veel. Fietsers. Nu weer toevallig. Je hoort en ziet echt alles. Maar goed, we gaan lekker proberen te slapen. Het zal vast wel wat uurtjes lukken. Oh. 1:05. We gaan slapen. Later. Het is 5 uur in de ochtend. Die dingen waaien heel de tijd heen en weer. Het is alweer licht. Het begint steeds harder te waaien. Ik ga nog even proberen te slapen. Zo mensen, het is rond 7:30. We denken een uurtje of 4 geslapen. Thijs denk een uurtje langer. 4 geslapen. Nee, Thijs heb denk ik 5 uurtjes geslapen, ik 4. Zit er nog steeds vast. Inmiddels ligt het ding niet meer zo lekker. Ik moet zeggen, ik heb het zeker niet koud gehad. En we moeten er nog 2,5. Het is 4:50. Maar we moeten nog 2,5 uur. We gaan straks denk ik nog wel even in die touwen hangen. Wat gewoon alleen maar hier liggen. Poh, overal zeer. En iemand zou wat lekkers te eten regelen. Maar buiten dit ligt alles nog beneden en binnen in het gebouw. Dus. Thijs. Wat zonnetje is eindelijk door. Yeah. En die hopen we zo nog meer te gaan zien. Ik ga even een ander batterijtje in jullie doen. Hey, nieuw batterijtje erin. Ik ga zo eens kijken wat ik eigenlijk allemaal in mijn tas op zitten. Want die tas zit helemaal vol. Oh ja, er zit nog chips in. Maar dat is niet echt heel lekker om 7:30 ochtends. Kijk dan, gewoon lekker in het zonnetje. Ik had net een lekker muziekje aan. Ja. Maar ja, dat mag natuurlijk niet, want dan gaat YouTube zeuren. Dus wij gaan lekker in de zon een beetje liggen. En dit klinkt nu natuurlijk allemaal heel relaxed. Maar ik moet echt al sinds gisteravond 9:15 pissen. Dus ik lig nu gewoon echt met een blaas, jongen. Die is zo... Gewoon zo'n blaas. Dus het is niet zo leuk als dat eruit ziet. Alles doet ook zeer. Elke beweging die je maakt is stijf. Dus Kijk, Thijs gaat nu de touw hieronder doorhalen. En dan kunnen we hier straks mee klimmen. Met dit touw. En we gaan misschien even wat naar beneden gooien zo. Heel misschien, hè?
Je kan ook bamboestokken meenemen. Die bamboestokken. Ja, er is ook een bamboepouw bij me. Dat is een pak. Maar dan moet je ze wel op ergens vanaf zetten. Zo, dat was het. Het overleven. Ja, dat vraag ik ook al. Wat is dit voor ballon? Hey, kijk, Bram. We dachten, dan heb je alles gehad. Maar ja, helaas. Succes! Oké, ik hang aan dit touw. En aan dit. Dit touw is even uit de weg. Oh. Uit de plaats. Maar goed, maar wat gaan we dus doen? Ik ga zo meteen aan dit ding heel hard in de weer schommelen. En dan ga ik heel hard schommelen. Helemaal hard. Don't tell this to my mama. Maar ze houdt toch al niet meer van me. Dus hier gaan we zo meteen een carabine aanmaken. Die gaat dan waarschijnlijk helemaal naar beneden. Daar komt een dingetje aan, daar ga ik aan hangen. En dan ga ik mezelf losklikken. Nadat ik hier uiteraard. Oh. Oké, mensen, het is nog 3 kwartier. Maar goed, Thijs moet wat filmen, want dat is dik. En in principe gaat het erom dat ik de video haal, toch? Ja. Ik ga zorgen dat ik de grond niet raak. Hoewel ik misschien nog vrij dicht bij de grond zou kunnen komen. Hoe hoog denk je dat ik eindig? Jij? Ja? Ja, 1 meter of 2 denk ik mijn grond. En mijn voeten? Een halve meter ertussen of een metertje? Meter. En ik ben bang dat ik gewoon straks tegen die paal ga zo. Maar ja, waarschijnlijk ga ik hangen. En dan ga ik met mijn rug die kant op. I don't know, ik hoop in ieder geval niet dat de eerste zwaai gelijk tegen die paal gaan is. Oké, mensen, alle gekheid op een stokje, maar doe dit thuis niet na. Wij zijn professionals en we doen het onder toezicht van professionals. Nee, sowieso ook dat slapen hierboven. Niet thuis nadoen, dat is levensgevaarlijk. Wij weten hoe het werkt en daarom doen we dit voor de video. En nu gaan we nog wat stoms doen, wat ik zelf ook wel een beetje spannend vind. Maar goed, ik heb nu de touw maximaal op rek, hoop ik. En dan eindigen we niet op de grond. Ik ga hem opdoen. Ik denk dat Thijs ook wel ready is. Dan ga ik hangen. 3, 2, 1. Wow, yo. Woep, woep. Woe. Woe. Ja, voelde wel spannend. Holy moly. Ik ben nog lekker aan het schommelen. Maar die eerste secondes, die zijn best wel spannend. Goed, het werkte. Alleen nu wordt de uitdaging om daar weer bij te komen. Maar ik heb mezelf vastgemaakt als backup. En ik heb nog 3 kwartier in dat ding. Dus ik ga nu naar boven, alle tassen naar beneden doen. En dan denk ik dat we de 12 uur wel hebben overleefd. Dus Oké, ik ga mezelf naar boven werken. De eerste grote gaat naar beneden. Thijs hangt in een touw, kijk maar. Doe maar naar beneden. Dus dat hebben we allemaal niet over voor het thumbnailtje. En ik zit hier al 11 uur en 50 minuten. Dus nog 10 minuten te gaan. We zijn bijna klaar. Maak zo nog een thumbnail. Boas, kom nog even hier. En dan ga ik echt naar beneden alle spullen opruimen. 100 likes, 100 reacties. Jullie weten het. Come on. Veel mensen.
10:18, we hebben het overleefd. Bedankt voor het kijken naar deze video. Bij 100 duimpjes omhoog en 100 reacties op deze video gaan we 24 uur hierboven verblijven. Smash alvast je duimpje, laat die reactie achter. Bedankt voor het kijken. Shoutout naar Tussen 5 dat we hier te gast mogen zijn. Nog één keer het mooie net waar we in slapen.